today we'll play the final round, of this entrepreneurial game. But still, after this final game that you will play in a couple of minutes from now, it's very clear that still every team has the chance to win. De Entrepreneurship Challenge is iets dat Deloitte organiseert om echt jonge mensen warm te maken voor het ondernemen. Om hem te begeleiden bij het opstarten van een bedrijf in de toekomst. De prijs ligt duurder, dus veronderstel ik dat de vraag gaat dan. Je voelt echt in de ruimtes dat er spanning hangt bij de mensen. Maar je merkt ook de ernst waarmee dat alles wordt voorbereid. Wat kan je laten stijgen? Een beetje wel. Een beetje. Het is iets in praktijk brengen, het is heel interessant. Het is ook wel een beetje gokken, ga ik ook wel eerlijk zijn. Maar op zich vind ik het heel, heel leuk. Nou, we zouden het ook heel leuk vinden om de rest van New York te vinden. Dan kunnen we allemaal samen eens op reis. Mon rêve, c'est de partir à New York justement pour améliorer mon anglais, améliorer, aller voir un peu différentes choses. Donc oui, c'est clair que si on pouvait gagner directement, quoi. Et à la limite, peut-être diminuer légèrement ça ici. Je pense que ce qui est important pour eux, c'est de voir les conséquences des décisions qu'ils prennent sur une entreprise. Et par la suite, de se rendre compte aussi, par rapport à toutes leurs réflexions et au coaching qu'ils avaient avec certains de nos collaborateurs, c'est de voir quel était réellement notre métier au quotidien. Als we een goede presentatie hebben, dan hebben we zeker een kans om te winnen. Ja. On a répété, on va encore répéter, maar on se fera un peu de détente pour un peu évacuer le stress. Même si on perd, bon, c'est pas du tout perdu. Hein. Il y a le voyage, mais il y a vraiment autre chose à côté de ça. Je pense qu'on a surtout bien appris à travailler en équipe, c'était surtout ça. Peut-être c'est un peu ce qui manque à l'école. Straks overtuig men effectief met hart en ziel naar de jury toe waarvoor het bedrijf staat. Ik ben wel een beetje zenuwachtig om te presenteren, want je weet natuurlijk niet welke vragen je zal krijgen. Onder elkaar, de klok in het oog. Ik zal samen vandaag met mijn twee collega's Pieter en Jeroen u proberen te overtuigen om met ons in zee te gaan. Erin te houden, het wat te rekken, maar laten we toch maar tot de finale van de dag overgaan. Op de eerste plaats, Roland.